Dag kijkers, de zomer komt in zicht en met het warme en vochtige weer van de voorbije weken zit de groei er overal heel flink in. Werk langs alle kanten dus en ook heel veel moois om te bekijken. Welkom in de Groentips. Nog op zoek naar originele groenten? Dan moet je bij Peter Bouwers in de Nieuwe Tuin zijn. We hebben iets nieuws vandaag. Ertjes. En u zal zeggen van voor ertjes is het eigenlijk al te laat, maar dit zijn niet zomaar ertjes. Dit zijn de sugar snap peas. Peter, het klinkt heel mooi, maar vertel eens wat is dit eigenlijk? Ja, het komt uit Amerika, hè. Dat hoor je al een beetje, een Engelse naam die erop zit. En sugar snaps is eigenlijk een kruising van wat wij kennen als doppert en als peultjes. Ja? Dat betekent, je eet ze helemaal dik, net als dopperten, maar waar je bij dopperten eigenlijk de peul eraf haalt en alleen het binnenste opeet, ga je bij sugarsnaps zowel de dikke erten als de dikke peulen allemaal samen kunnen opeten. Dus geen verlies. 100% opbrengst zou je kunnen stellen. Ja. Zo. En in tegenstelling tot onze klassieke doperten en peulertje, kunnen ze beter tegen de zomer. Dus je kunt ze ook wat later zaaien, zodat je heel de zomer door van die sugarsnaps kunt eten. Ja, en moet je speciale maatregelen nemen als je ze gaat inplanten? Nee, ze groeien eigenlijk precies hetzelfde als onze erten. Er zijn lage variëteiten, er zijn hoge variëteiten. Ze groeien snel, ze groeien makkelijk. Ze willen zon in de tuin zo. De hoge geef je dan een beetje steun, een gaas of iets waar ze mooi zichzelf doorheen klimmen zo en vasthouden en je krijgt een mooie oogst. Je plukt ze, ze zijn rauw te eten of je kookt ze 1 minuutje even blancheren zo en ze hebben een hele lekkere zoete smaak en een knapperige structuur. Het klinkt lekker, maar wij zijn niet de enige die ze lekker vinden. Dat is een van de nadelen, die lekkere zoete ertjes die er hangen. Ook de vogels vinden dat wel lekker. Dus het is belangrijk om maatregelen te nemen en wat we gaan proberen te doen is laten zien hoe je dus iets kunt maken waar ze langs kunnen groeien, dat is niet moeilijk, maar we gaan ook zorgen dat er meteen op een fatsoenlijke manier een net over kan, zodat wij ze kunnen eten en dat de vogels een beetje moeten kijken. Hoe lang hebben ze nodig om uit te groeien tot? De lage variëteiten doen er 2 maanden over, de hoge vogelvariëteiten gaan een maandje langer doen, ja, maar dan ga je ook meer oogsten op dezelfde oppervlakte. Samen met Dirk Chevalier kijken we even rond in een heel bijzondere tuin in Domein Vordenstein. Het is ondertussen meer dan 20 jaar geleden dat hier in Domein Vordenstein in Schoten deze mooie tuin ontworpen werd. En Dirk, het is niet zomaar een tuin, het is een echte doldoenstuin, hè? Ja, dat klopt. Het is een kruidentuin, maar die is ontworpen naar de plannen eigenlijk die ook door de Rembert Dodoens in de 16e eeuw in gebruik werd genomen. Dodoens was een dokter, hè? Hij was een stadsdokter van Mechelen. En hij stond toe uiteraard te zorgen dat mensen genazen. Maar ze hadden toen geen pilletjes om voor te schrijven. Ze moesten echt wel zich baseren op de kruiden. En de kruiden moesten dan ook in de tuin staan, bij de dokter eigenlijk, of bij de apotheek. Ja, want zij moesten altijd ook verse producten of gedroogde blaadjes gebruiken. Mm-hmm. Dus de tuin moest goed bereikbaar zijn. En iedere plant moest dus ook goed bereikbaar zijn om ervan te kunnen snijden. Ja, nu, de tuin is onderverdeeld in verschillende segmenten, zeg maar. Hè? Ja. Oorspronkelijk het grootste gedeelte bij Dodoens was uiteraard de medicinale planten. Planten die dan voor allerlei doelen moesten gebruikt worden. En dan vooral om mensen te genezen. Hè. En dat gaat dan natuurlijk van het heel bekende digitalis. De digitalische plant voor het hart. Ook hartgespan was zo'n gewas. Over heel wat andere planten, leverkruid. Hè. Dus planten hadden allemaal al een betekenis op zich door de vorm. En daar werd op verder gewerkt. Maar wat vooral de verdienste van Dodoens was, dat hij eigenlijk heel kritisch tegenover stond, alles stond. Mensen gingen altijd maar verder op geschriften,
van de oudheid zelfs, van de Grieken, de Romeinen, die dan eigenlijk de belangrijkste werken geschreven hadden en men baseerde zich er altijd verder op. Mm-hmm. Maar hij heeft het een beetje toegepast op de gewesten hier, want ja, het waren allemaal Grieken, Romeinen, Middellandzeegebied, hier groeiden andere kruiden. Hij heeft het allemaal aangepast eigenlijk een beetje en ook altijd alles kritisch bekeken. En zijn grootste verdienste was dat hij als eerste het kruidboek heeft geschreven. Een boek in het Oud-Nederlands, hè, waar vroeger alle boeken in het Latijn werden. Had hij, doordat hij ze in het Nederlands heeft geschreven, enorm veel bijval. Ook door de boekdrukkunst die toen ontstond, werden zijn boeken enorm verspreid. En je kunt ze nu nog altijd op veilingen op de kop tikken. Dus het is een heel belangrijk naslagwerk. Maar uiteraard eigen aan de tijd toe. Ja, nu naast die geneeskrachtige kruiden zijn er ook nog heel wat andere te vinden. Hè? Ja, ja. Keukenkruiden bijvoorbeeld. Ja, dat is tegenwoordig uiteraard een grotere hype. Hè. Dus we hebben dat ook op Vorderstein een beetje aangepast. We hebben een groot deel van de kruidentuin is dus bestemd voor keukenkruiden. Hè, waar we toch een hele collectie bijvoorbeeld munt, tijm, maar ook lavendel en zo hebben staan. Dus ook oerprei bijvoorbeeld, Chinese bieslook. Het zijn allemaal kruiden die gebruikt kunnen worden in de keuken. En sommige zijn ja, oude kruiden, andere zijn dan weer nieuw. Hè. Want men heeft tegenwoordig echt een hele collectie ja, muntsoorten. Hè. Dus waar je aardbeimunt, bananenmunt, die vind je allemaal terug. Die toen onbekend waren, maar nu heeft men echt zoveel keuze. Hè. Ook basilicum, hè. Een hele collectie basilicum gaat hier ook nog uitgeplant worden. En daar kun je een heel eind mee verder. Ja, welke andere onderdelen vinden we hier daarbuiten nog? Daarbuiten heb je natuurlijk ook nog een beetje ja, de nijverheidskruiden, zoals het heet. Dat zijn kruiden die dan ook gebruikt worden in de industrie. Hè. Een vlas bijvoorbeeld is daar een product van, de mooie blauwe vlasbloemen, waar eigenlijk linnen van gemaakt werd. Maar ook brandnetels, die gebruikt werden om bijvoorbeeld neteldoek te produceren. Heb je ook nog de verfkruiden, hè, waar vroeger de natuurlijke verfstoffen mee gemaakt werden. Hè. Dus een geelbloeiende plant geeft dan bijvoorbeeld toch weer een blauwe kleurstof. En dan heb je ook nog een bijzondere rubriek eigenlijk, dat zijn de plantloren kruiden. Eigenlijk, wat is dat? Dat is een beetje een vreemde naam. Dat zijn planten die te maken hebben met, of kruiden te maken met mystiek, bijgeloof, hekserij. Mm-hmm. Dus, en daar zijn een aantal bijzondere bekende toch wel. Het Sint-Janskruid bijvoorbeeld, dat dus eigenlijk gebruikt werd om de heksen op afstand te houden. Maar ook bijvoorbeeld de mandragora-wortel. Dat is een heel verhaal eigenlijk. Het is alleen een moeilijke plant, want ja, de plant groeit onder de grond. En de wortel zou de vorm hebben van een mannetje. En als je die uittrekt en je had je horen niet dichtgestopt, dan als je die uittrekt, gaat die een geel slaan, waardoor je eigenlijk gek wordt. Dus je moest daar heel voorzichtig mee omgaan als je die plant wou oogsten. Dat zijn van een aantal bijzondere. Je hebt ook nog de roos bijvoorbeeld. Een roos die dan vroeger echt gebruikt werd om kaalheid te bestrijden eigenlijk. Dus er staan allemaal mooie informatieve borden bij. Dus dat is heel interessant om een keer langs te lopen uiteindelijk. En de doornappel, het wolfskers bijvoorbeeld. Allemaal dodelijke kruiden eigenlijk. Of ja, het zijn geen kruiden, maar dodelijke bessen. Maar die toch allemaal een functie hadden in het verleden. Mm-hmm. Of ook nu nog altijd in een of andere manier gebruikt worden. Ja, je vindt hier zelfs kruiden die bedoeld waren om alcohol mee te maken, hè? Ja, dat is inderdaad zo. Die horen ook in de tuin toe eigenlijk. Dus wat is daar belangrijk? Bijvoorbeeld absint. Dus absint, het drankje dat uiteraard gekoppeld is aan Van Gogh, die er een beetje gek zou van geworden zijn. Dus dat is een Artemisia-plant die daarvoor heel veel gebruikt wordt. Je hebt ook de engelwortel, de angelica, dus waar eigenlijk een zoete drank van gemaakt kan worden. En die men ook ja, terugkent als snoepje eigenlijk, als groen snoepje. Je hebt ook de venkel, die een hele fijne anijsgeur heeft. En uiteraard nog andere, zoals de citroenverbena, heel bekend eigenlijk tegenwoordig en heel geliefd. De vervijn, zoals het dan meestal op de menukaart staat in een of ander restaurant. Dus een heel mooie, hele frisse citroengeur heeft en in allerlei drankjes kan gebruikt worden. Kortom, er is voor elk wat wils. Er is voor elk wat wils en er is zeker heel veel te ontdekken en vooral in de kruidentuin te ervaren. Dus je hoeft je neus en je geurstpapillen zeker te gebruiken. Wil je ook de Dodoenstuin wat beter leren kennen? Op zondag 17 juni organiseert de vereniging Tuinpunt hier een rondleiding door Dirk Chevalier. Start om 10 uur bij het cafetaria. Meer info op tuinpunt.be.
We hebben het hier al vaker gehad over hagen. En dat is eigenlijk ook logisch, want Mark, hagen zijn niet alleen belangrijk voor de privacy, maar even belangrijk voor de vorming van het tuinlandschap. Hè? Ja, inderdaad, Gilles. En om dat te illustreren, kunnen we eigenlijk niet beter terecht dan in de tuin hier. Een tuin van een tuinaannemer, van Wim van Wassenhoven in Zedelgem. Hij heeft zowel een landschappelijke tuin, een collectietuin, een nutstuin, als een sier- en leeftuin. En hagen spelen daar een belangrijke rol in. In de landschapstuin. Wel, daar grijp je eigenlijk terug naar, ik zou zeggen, oud Belgisch-Nederlands gebruik, waar inheemse planten echt brede, grote, hoge hagen mogen vormen, waar dat planten als els, maar ook hazelaar, sneeuwbal en noem maar op, eigenlijk hun gang mogen gaan. Is te zeggen, ze worden natuurlijk op tijd en stond toch wel wat in breedte en ook in hoogte ingeperkt, zodat ze toch nog wel ruimte laten voor de andere planten rond. Ja, nu, het is een luxe als je dat kan permitteren, zoveel ruimte. Anderzijds, als we in de nutstuin gaan kijken, daar is natuurlijk belangrijk van die hagen veel korter te houden. Hè? Ja, en de nutstuin wil eigenlijk ook zeggen van, we hebben graag dat het iets opbrengt. En Wim heeft daarom in deze tuin echt gekozen voor fruithagen. Hij heeft zowel leibomen van appel en peer echt heel mooi in een haag gezet. Dat verplicht natuurlijk wel tot 2 keer snoeien per jaar om ze echt mooi in model te houden en echt ook de oogst alle kansen te geven. Maar heeft daarnaast ook heel wat bessen, aalbessen, rode bessen, maar ook zwarte bessen en frambozen ook allemaal echt tot mooie hagen geleid. Ja, en dat is natuurlijk wel heel handig en bovendien nog lekker ook. Nu, er zijn inderdaad heel veel verschillende vormen van hagen te vinden, maar ik denk dat er geen enkele tuin is waar je geen haag vindt. Hè? Nee, dan hebben we het voornamelijk over de sier- en de leeftuin. Hè? En men zegt wel eens van, eigenlijk kunnen alle planten tot een haag geleid worden. Nu, dat is natuurlijk niet waar, want dan ben je dus nodeloos aan het scheren, aan het knippen en die smeer. En bovendien, het loont toch wel de moeite om eens te raden te gaan bij een tuinaannemer uit de streek, want die kan natuurlijk passend advies geven over welke plant hoe hoog, hoe breed wordt, maar ook of ze aangepast is aan de grondsoort waar dat je eigen tuin op gesitueerd is. Ja, nu, welke haag je ook kiest, scheren zal er altijd bij komen. Hè? Ja, maar het aantal scheerbeurten kan dus toch wel verschillen. Hè. Een gewone tuinplant wel proberen die in model te houden en dat lukt niet. En dan maak ik toch wel even de zijsprong naar ook haagplanten die vaker gebruikt worden in landschapsvriendelijke tuinen. Ik denk aan meidoorn, ik denk ook aan de veldesdoorn. Wel, wil je die in model houden? Wat kan? Maar dan ben je wel toch 5 keer per jaar aan het scheren. En niemand scheert echt graag natuurlijk. Hè. Nu, dan liever, hè, en dat is dan echt het tegenovergestelde, een buxus. Maar ook een taxus. Wel, eigenlijk moet je die maar 1 keer per jaar scheren om ze in het gelid te houden. 2 keer is mooier, want dan krijg je natuurlijk een strakker resultaat. En ga je naar de tussenoplossing, dan heb je het natuurlijk over de beukenhaag en de haagbeukenhaag. 2 keer scheren per jaar volstaat. 3 keer zou ideaal zijn. Ja, of je nu vaak of minder vaak moet scheren. Dat scheren is niet zo gemakkelijk, weet ik uit ervaring. Je hebt een vaste hand en behoorlijk wat inzicht nodig. Hè? Ja, en ook daarvoor kunnen we natuurlijk weer bij Wim terecht. Wim is een van de tuinaannemers die van heggen scheren, echt een specialiteit heeft gemaakt. Hij doet onderhoud van tuinen, maar dus echt dat heggen vormen en heggen scheren is een van zijn hoofdwerkzaamheden. En ja, hij heeft wel die vaste hand, maar toch gaat hij ook nog altijd, waar het tenminste nodig is, waar de haag nog niet een vaste structuur gekregen heeft, gaat hij toch ook wel werken met een gidslijn om te zorgen dat de haag echt mooi recht is. En die gidslijn kan zowel een borduurtje zijn dat naast de haag in de grond ingewerkt is, en is er dat niet, wel dan spant hij een lijntje, een touwtje onderaan de haag en vaak ook nog bovenaan om toch maar zeker te zijn dat de haag het juiste model heeft. En wat het model zijn betreft, wel, ja, een tuinaannemer gaat niet voor een rechte haag, laat staan voor een haag in vaasvorm, zoals particulieren die spijtig genoeg wel eens scheren, maar een haag die eigenlijk van boven wat smaller is dan onderaan. Hè, Wim hanteert de regel van ongeveer een 10-15% hellingshoek, zodat de zon en het licht echt ten alle tijden aan alle hoeken van de haag kan en dat die dus mooi gesloten blijft tot beneden. En bovendien, dan kan er eigenlijk ook amper tot geen onkruid onder de haag groeien. Nu, bij bepaalde hagen is het ook wel heel belangrijk dat ze van boven heel mooi recht is. Ook niet gemakkelijk, hè? Nee, en nochtans is dat net het meest mooie, hè? Tenzij natuurlijk dat je tuin flink afhelt van voor naar achter of omgekeerd. Want dan is het quasi onmogelijk, tenzij je misschien ermee kan leven, dat je haag vooraan 1 meter hoog is en achteraan 2,5 meter. Wat natuurlijk ook kan, is dat je dan de haag in trapvorm uitvoert. Maar
soms is het dan toch wel beter om gewoon de helling van het terrein te volgen. En hier in deze tuin is dat bijvoorbeeld het geval met een buxushaar. Die buxushaar die volgt gewoon de helling, die ligt naast de oprit. En een beukenhaar die erachter staat, ja, die is wel mooi horizontaal uitgevoerd. Nu, laten we het misschien eens eventjes over het materiaal hebben. Goede kwaliteit materiaal is enorm belangrijk bij het snoeien. Hè? Ja, vandaar dat een tuinaannemer niet zomaar met één heggenschaar in je tuin komt, maar echt wel gaat voor een heel arsenaal. Je moet eens in zo'n bestelauto kijken welk gereedschap dat die man ook wel allemaal bij heeft. Hè? Nu, er zitten altijd de meest nieuwe scharen in. Scharen die al één keer geslepen zijn, scharen die al een nieuw mes hebben gehad, scharen die echt voor elk gebruik kunnen dienen. Want die meest scherpe schaar is eigenlijk nodig voor het meest fijne werk, voor bijvoorbeeld buxus. En dan volgt taxus, ja, en heggensluiter om het zo te zeggen, is dan de beuk en de haagbeuk. Maar het gaat altijd over heel scherp of gescherpt gereedschap. En de tijd dat een tuinaannemer zomaar afkwam met een heggenschaar met een lawaaierige motor, die ligt eigenlijk ook al wel achter ons. In sommige gevallen is dat nog altijd nodig, natuurlijk. Maar de tussenstap is eigenlijk geweest dat tuinaannemers gebruik gingen maken van een heggenschaar op elektriciteit, omdat die heel wat stiller is, dus eigenlijk veel minder overlast bezorgt voor de tuineigenaar, maar ook voor de buren. Waar ze nu meestal mee werken, zijn de heggenscharen met een accu, waarbij dat de tuinaannemer de accu op zijn lichaam draagt en dat die dus niet gehinderd wordt door een kabel die nog ergens in een stopcontact moet gestoken worden, die ergens kan blijven haperen. Geeft hem eigenlijk alle bewegingsvrijheid en toch wel een vrij stil resultaat. Ja, en het allerbelangrijkste, heel scherp materiaal. En heel scherpe materialen, en vandaar, ja, dus er zit echt een roulement in, hè, van nieuw naar, ja, wat meer gebruikt, maar 2 jaar, ja, zo lang mag een heggenschaar meegaan en dan wordt die zonder meer vervangen. En wat er nog natuurlijk in zijn bestelwagen zit, dat is ontsmettingsproduct. Ja? Want er gaat geen heggenschaar van de ene tuin naar de andere, of de heggenschaar wordt ontsmet met eigenlijk een medicinaal product, om toch maar zeker te zijn dat er geen bacteriën, geen schimmels, maar ook geen virussen van de ene tuin naar de andere zouden overgaan. En ook nog in de tuin. En dat is natuurlijk ook belangrijk voor, en waar we daar straks over hadden, die mooie horizontaal uitgevoerde hagen. Dat is laserinstrumenten, waterpasinstrumenten, meetgereedschap, allerhande. Het hoort er allemaal bij. Ja, materiaal genoeg dus. Nu, er werd vroeger wel eens gezegd, het snoeien, dat kan je best doen, snoeien van een haag voor de langste dag van het jaar. Want eigenlijk dat verhaal is een beetje achterhaald, hè? Ja, achterhaald en niet achterhaald, want voor de planten geldt het nog altijd dat ze tot 21 juni echt het meeste van hun kracht in groei steken. Dus ze blijven effectief wel doorgroeien en nadien gaat het allemaal wat meer rustig aan. Nu, vandaar, ja, het klopt inderdaad, van scheer de haag voor 21 juni en dan zit je eigenlijk wat meer op het gemak. Nu, voor een tuinaannemer kan dit natuurlijk niet, want hij kan niet overal op hetzelfde ogenblik zijn. En zoals Wim is gewoon 7 maanden op een jaar aan het scheren om, maar dan heel planmatig, om iedereen toch maar zo goed mogelijk te bedienen. Alleen, toch wel belangrijke raad daarbij, indien iemand overweegt om nu nog een tuinaannemer aan te spreken, wel, gezien de planning altijd wel voor maanden vol zit, liever heel ruim veraf plannen en op tijd een afspraak maken. Tijd voor onze hommage aan tuinman Wim Oudshoorn. Terug in de tijd, in de Nationale Plantentuin. Het is eigenlijk toch wel bijzonder spijtig dat bloeiende kamerplanten de laatste jaren niet zo in de belangstelling staan. Alle aandacht gaat uit naar groene bladplanten, die lang niet altijd zo groen zijn als de naam doet vermoeden, want er zijn prachtige, bontbladige vormen bij. Maar die bloeiende planten, ja, daar moeten we eigenlijk meer aandacht aan besteden, want ze zijn natuurlijk ongekend mooi. We zijn hier bijvoorbeeld in de Gesneria-kas. Dat is een kas waar uitsluitend alleen Gesneriaceae voorkomen. En een van de belangrijkste is de Saint-Paulia. En dat noemen we het Kaaps viooltje. Nou, dat is eigenlijk toch een uitermate moeizame naam. Want het heeft niks met een viooltje te maken. En het heeft ook helemaal niks met de Kaap te maken. Want deze planten die groeien in het wild in Oost-Afrika, in het Usambara-gebergte. Er zijn 20 verschillende soorten. En als we zo'n plant nou bekijken, dan zien we dat het een rosettevormende vaste plant is. Hij is dus overblijvend. Je kunt er jaren plezier van hebben. En bovendien zie je dat hij opmerkelijk lange bladstelen heeft en dat de bladschijf heel sterk behaard is. Dat is iets waar we extra aandacht aan moeten besteden.
Aanvankelijk was de Sempaulia niet veel anders dan een heel teer kasplantje, wat een stil leven leidde in allerlei botanische tuinen. Maar op een gegeven moment zag iedereen wel dat dit een plantje was met een zekere potentie. En kwekers en selecteurs die stortten er zich op en in de loop der jaren is een assortiment ontstaan dat werkelijk ongekend is qua kleur, qua bloemgrootte enzovoorts enzovoorts. Het is vooral in de Verenigde Staten een hoos geweest en eigenlijk nog steeds. Er zijn speciale Sempaulia societies, er is speciale Sempaulia grond, er is zelfs speciale Sempaulia mest. Deze Sempaulia die komt eigenlijk het dichtste bij de oorspronkelijke vorm zoals die in het wild bekend was. Alleen de bloemen zijn wat groter geworden. Na de blauwe kwamen er witte en al spoedig werden die weer opgevolgd door schitterende roze Sempaulia's. En dan kwamen de vormen met bordeauxrode bloemen. Een werkelijke sensatie waren de zogenaamde chimere Sempaulia's. Dat zijn de Sempaulia's met zo'n mooie ster in het midden. En dat is dus een blauwe met witte, maar je hebt ook deze unieke bloemcombinatie, kleurcombinatie. Is het geen prachtig exemplaar? En toen, het was nog lang niet over, toen kwamen de Sempaulia's die mooie gerande bloemen hadden, zoals deze met dat paarse randje. En ook de vormen, ook weer tweekleurig, maar die hadden nog als extra, of die hebben nog als extra, heel fijn gekartelde bloemblaadjes. En zo gaat het nou altijd. We gingen van heel kleine bloemen naar heel grote bloemen. En nou gaan we weer terug naar de oorsprong. En dan komen we bij de zogenaamde mini Sempaulia's, waar je allerlei leuke kleurtjes ook in hebt. Maar de blauwe of de blauw-paarse, die overheersen dan. En als het nog niet genoeg was, hebben we ook nog gevuld bloemige Sempaulia's in mini. Sempaulia's zijn in feite helemaal niet moeilijk te verzorgen. Desondanks worden ze vaak als wegwerpplantje beschouwd. En dat is jammer. Je kunt hem natuurlijk weggooien, maar je kunt hem jaar in, jaar uit opnieuw in bloei krijgen. Mits je hem natuurlijk goed verzorgt. Wat lagere temperaturen tijdens de rustperiode helpen daarbij. Waar u op moet letten, dat u giet uitsluitend en alleen met zacht water, dus water waar weinig kalk in zit. Verder moet u erop letten dat het water nooit op de bladeren terechtkomt, want dan krijg je allerlei lelijke kringetjes. En verder is een normale kamertemperatuur van 20 graden ideaal, maar houdt ze wel uit de felle zon. Misschien dat u zo enthousiast bent voor Sempaulia's dat u ze zelf wil proberen te vermeerderen. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. U zorgt dat u een mooi, goed ontwikkeld blad heeft. U haalt dat eraf. Hier ziet u nog weer duidelijk die lange bladsteel. U steekt dat bladstekje, want zo noemen we dat, in een potje met aarde. Of desnoods in een flesje met water. En na enige tijd vormen zich wortels en een aantal jonge plantjes. Leuk om te doen. En ziezo, onze tuinwandeling zit er weer op. Volgende week gaan we opnieuw op pad. En aan de slag natuurlijk. En hopelijk ben jij dan ook weer van de partij. Graag tot dan.